Dag lieve boogschutter, ik ben Hetty van Praktijk Ovira en welkom bij jullie jaarhoroscoop algemeen 2024. En zoals bij elk sterrenbeeld zeg ik nu ook, ik leg een algemene reading nu, anders dan voorgaande jaren. Ik leg een aantal kaarten voor het hele jaar, met daarin een verdieping en daarnaast nog een aantal kaarten voor liefde. In de verlenging, daar leg ik per maand en in die maanden ga ik ook verdiepen. En de verlenging kun je aanschaffen als je dat wilt voor 27,50 en stuur mij een berichtje daartoe als je dat wilt. Wil je een persoonlijke jaarreading, kan dat ook. Dat heeft een ander prijskaartje uiteraard. Daar ben ik ook heel lang mee bezig. Maar dan heb ik ook je geboortedatum nodig, geboorteplaats, geboortetijd. Dus veel persoonlijker. En dan ga ik heel specifiek per maand in op zaken die spelen, lopend, per kwartaal, per half jaar, per jaar. Dus dat is andere vorm. Maar desalniettemin, jullie zijn nu aan de beurt. Helaas zijn jullie de laatste en hebben lang moeten wachten. Ik heb me gehouden aan de uitslagen van de pool. En de eerste tekens waren de aardetekens. Dus ja, en boogschutter is helaas het laatste van de vuurtekens. Maar goed. Je bent er nu, we zijn er nu. Algemeen. Ik heb gekeken even algemeen. En het ziet er voor mij uit alsof jullie een jaar krijgen van innerlijke groei. Hard gewerkt hebben aan jezelf. Wat je dit jaar al doet, ga je doorzetten in 2024. En denk je, nou lekker, dan word ik een beetje zat van. Het betekent niet dat je elke dag even hard aan jezelf werkt. Maar gedurende het jaar merk je dat. Net zoals je in 2023 ook normaal doorlopen hebt, maar ondertussen wel steeds een verhoging hebt in je groei. En dat je voelt van, hey, dingen zijn veranderd, dingen doe ik anders. En wat ik eerder deed, wat me niet beviel, doe ik niet meer. Ik zie dat in 2024 doorzetten. Met een uiteindelijk een goede uitkomst. Nou, uiteindelijk alsof het slecht begint, zo is het helemaal niet. Ik heb in het begin van het jaar, ik heb 5 kaarten gelegd met daarop de verdieping. En die 5 kaarten, de eerste 3 kaarten zeggen voor mij zo'n beetje maart, april, mei, juni. De derde kaart is voor mij ergens tussen mei en juli. En die laatste twee voor het laatste gedeelte van het jaar en de eerste twee het begin. Ik heb voor het begin heb ik Pentakels 7 en Koningin van Kelken. En bij die Pentakels 7 krijg ik het gevoel dat je denkt van ja, het gaat misschien wel goed, maar ik wacht al zo lang en ik heb zo hard gewerkt en ik blijf maar zaadjes planten en het groeit, het groeit, het groeit, maar er komt niks uit. Is dit alles? Het gaat te langzaam naar je zin. Het afgelopen jaar zijn de dingen geweest die misschien nog geen plaats hebben gevonden, wat je graag had gewild. Dat zet zich voort in 2024. Je bent een beetje ontevreden, vind ik een naar woord, maar de huidige situatie gaat je ze niet snel genoeg. Het lijkt ook wel alsof je toch nog waarde hecht aan het oordeel van een ander. Wat vind jij? Wat vind jij? Zie ik dat goed? Je wil bevestiging. Je bent aan het wikken en wegen. Maar geef jezelf gewoon een schouderklopje voor wat je hebt bereikt. Van wat je hebt gedaan het afgelopen jaar, waar je hebt voor gestaan. Loop niet te snel weg van de zaken waarvan je denkt, oh, been there, done that. En we gaan weer door. Kijk eens even terug. Je mag best wel trots zijn op jezelf. Hoeveel groei je hebt doorgemaakt en waar je nu staat. En ik zeg nu, dit is november, er komt nog een klein stukje. Als je zo meteen terugkijkt, dat doen heel veel mensen ergens in december, januari. Wees gewoon trots op jezelf. Moet je eens even kijken wat je in 2023 al hebt gedaan. Elke stap die je hebt gezet. En als je terugvalt, het is geen terugval, het is een zijn leermomenten. Even kijken van, oké, en weer door, weer verder gaan. Maar wel zien, ah, ik heb het toch wel goed gedaan. Maar je had misschien wat meer verwacht. Je had misschien op meer gehoopt. Misschien is jouw beeld niet altijd even realistisch van mensen of even realistisch in relaties.
En verlang je soms meer dan anderen kan geven. Dat is ook een beetje boogschutter eigen. Van heel graag willen en denken, ja, dit is, hier ga ik voor, dit doe ik, dit zou ik ook doen. En waarom krijg ik het niet terug? Dat is een beetje wat ik zie in het begin van het jaar. En met de koningin van Kelken ook. Die kan ook, die is emotioneel heel gevoelig, supergevoelig. En een golf van emoties kan er doorheen gaan. En denken van, ja, wat is er niet goed aan mij? Je bent een beetje bang om niet goed genoeg te zijn, om het niet goed te doen. Altijd maar bezig willen zijn om te leren en te presteren. Dromen over de mogelijkheden. Koningin van Kelken is zich ook erg bewust van de uitspraken die je doet. Dus weet je, je bent ook een heel voorzichtig mens. Je houdt best rekening met de ander. Soms niet, maar over het algemeen ben je wel van bewust van hoe gaat dit overkomen? Hoe gaat dit doen? Maar als je eenmaal de grens hebt bereikt, maar dan ga je gewoon door. Dan denk je, weet je, laat maar. Het kan me niet schelen. Dit is wat ik wil. Ik heb daarnaast schildknaap van pentakels en staven 8. Soms kan je wat te serieus zijn. In het aankomend jaar heb ik het over. Hè? Dus dat je. Dat betekent niet dat je 6 maanden serieus door het leven loopt. Hè? Dus wees ook realistisch in wat ik zeg. Het is niet elke dag zo. Maar door de bank genomen zijn er situaties waar je gewoon niet zo tevreden over bent. Die niet zo zijn gegaan als je wil. Je hebt zo hard gewerkt voor jezelf. En denk je: is dit het nou? Dromen over wat kon. Verlangen, meer verlangen. Maar jezelf ook heel serieus nemen. Soms te serieus nemen. Maar je bent wel leergierig. Je wil graag leren. Je wil graag snappen. Je wil graag ontwikkelen en weten hoe de dingen zitten. Een schildknaap van pentakels is ook dat als jij denkt van, nou, ik heb dat gedaan, ik heb het gezien. Dit is het niet voor mij. Je hebt veel belangstelling voor voor heel veel zaken. En als je denkt van, nou, dit is het niet voor mij, dan laat je het ook weer gaan. Dat is heel goed. Daarnaast had ik in de verdieping van alle drie gelegd. Pentakels 10, zwaarde 3 en de schildknaap van staven. Dus bij die opbouw van zaken, of die opbouw van zaken, ja, die pentakel 7, dat je denkt het gaat me iets te langzaam, is dit alles? Je wil zo graag, maar die pentakels 10, hè, je wil zo graag naar huisje, boompje, beestje. Je wil zo graag meer, je verlangt naar iets wat een ander nog niet kan geven of wat nog niet zo ver is. En die koningin van Kelken die droomt over dingen, maar die heeft er ook last van. Die heeft last van het verleden. Blijft soms hangen in zaken die er niet toe doet. Dus daarom gaf dit voor mij aan, als ik overal kijk, dat er veel groei zit voor jullie het aankomend jaar. Energetisch, persoonlijk, innerlijke ontwikkeling. En ik krijg voor de vuurtekens veel aanvragen over. Ik wil weten, meer weten over mijn persoonlijke ontwikkeling het volgend jaar. Dit is voor mij de bevestiging dat de vuurtekens allemaal in de persoonlijke ontwikkeling zitten. Schildknaap van pentakels, wat ik al zei, soms te leergierig, neem jezelf niet zo serieus. Maar eigenlijk een schildknaap van staven zijn. Die wil eigenlijk snelheid. Die wil zich jong voelen en enthousiast en gedreven overal ingaan. Maar daarnaast met de staaf 8. Je wil soms iets te snel. Alles gaat snel. Het zijn de momenten van actie die je mag doen. Er zit snelheid in, er zit vooruitgang in. Dat is ook wat je wil. Want de pentakels is iets langzamer. Maar soms gaat het je niet snel genoeg. En ineens is daar een stroomversnelling. Ik voel in de tweede helft van 2024, voor mijn gevoel heb ik het, als ik het zie, dan voelt het stroperig. Stroperig is niet het goede woord, maar wat langzamer. Dingen komen kabbelend op gang, loopt zo en gaat zo. En denk ik, oh, ik zou blij zijn als maart, april voorbij is. Niet dat het slecht is, helemaal niet. En dat ga ik zeker in de verlenging verklaren allemaal.
Maar er zit gewoon niet zoveel snelheid in als je zou willen. En die zie ik wel in de tweede helft van het jaar. Daar heb ik Pentakels 8 met daarbij de Priestess. En ik heb ook in de verdieping Ace of Cups. De bekers, Aas van bekers met bekers 6. Maar ik heb ook de bekers 5. Dus er zit veel emotie ergens aan het einde van het jaar. Alles gaat snel. Ik heb dus een stroomversnelling, lijkt het ding wat komen. Ik heb staven 8 en bekers 5. En het lijkt wel, doordat alles in de stroomversnelling komt, dat je aan het eind van het jaar het verleden een beetje betreurt. Dat je denkt van ja, dingen zijn voorbij. Je mag loslaten, maar ook nog zien wat zijn de mogelijkheden. Belangrijk om stil te staan bij de goede dingen. Want soms gaat het zo snel, het leven zo snel, dat je denkt, oké, wat is mij overkomen? Dit vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk en dat was niet leuk. Maar laat dat gaan, laat dat los. Kijk naar wat er wel is en kijk naar de mooie dingen die je zijn overkomen. Daarnaast met staven 8 kreeg ik ook de High Priestess. En de hoge priesteres geeft ook aan, de inzichten zitten in jou. Jij weet het zelf, je mag het overstijgen, maar je weet ook, alles is tijdelijk. En dat vind je soms ook een beetje een uitdaging, want als je het eenmaal leuk vindt, wil je het ook graag behouden. Wil je het graag bij het oude houden. Maar samen met die staven 8, die stroomversnelling, het gaat je soms iets te snel. De hoge priesteres, die heeft ook een grote kennis, grote wijsheid in zich. Dus zij weet. Ze weet ook als de dingen snel gaan. Oeh, wat moet ik doen om bij te blijven? Wat mag ik doen? Moet ik even stilstaan? Moet ik even op de rem trappen? Staven 8 geeft verrassende momenten aan. Enthousiasme. Communicatie. Het zijn ook manieren om te communiceren. En als ik dan kijk, ergens in de periode naar het einde van het jaar krijg ik dus bekers 5. Dus het verleden wat je een beetje betreurt. En dat je terug mag kijken op de mooie dingen die er zijn geweest. En kijk wat de mogelijkheden zijn. Krijg ik ook Six of Cups. Verzoeningen. Mooie momenten. Mensen uit het verleden die weer terugkeren. Dus aan de ene kant betreur je de dingen die gebeurd zijn. En ineens word je verrast. Samen met die staven 8 word je verrast door de dingen die jou overkomen. Mensen uit het verleden die terugkomen, dat je denkt, hé, dat zijn de dingen waar ik op heb gehoopt, heb naar verlangd. Samen met die Ace of Cups, de Aas van Bekers, in dit geval zie ik als vrede hebben voor jezelf, heelheid, eenheid, vreugde hebben, vreugde delen en ook positieve herinneringen hebben. Juist in combinatie met die bekers 5 maakt mij dat je het verleden ook niet alleen betreurt, maar ook terugkijkt op een mooi jaar wat je hebt gehad. Want hoe dan ook, als ik kijk naar het jaar, hoe het verloopt, er zit veel heling in, veel emotie, werken aan je innerlijk kind, je innerlijke wereld, je persoonlijke ontwikkeling, het leren wat je wilt, het zo. De relaties die je op een goed mogelijke manier wil doen. Je wil enthousiast en gedreven zijn. Je weet het allemaal. Je weet het gewoon. Je hebt het in je. Als ik specifiek kijk op liefdesgebied, krijg ik de gehangene. Dingen op een, de zaken op andere manieren bekijken. Soms even pas op de plaats en denken van, nou, ik weet niet hoe ik mijn relaties ga aanpakken. Misschien zo, misschien. Misschien ga ik door, misschien ga ik stoppen, misschien wil ik aan meerdere, misschien wil ik anders, misschien wil ik geen relatie. Dat. Maar je gaat in ieder geval zaken, liefde voor jezelf, allemaal op een andere manier bekijken. En ook hier krijg ik weer de Aas van Kelken. Dus de Aas van Kelken voor overal in liefde en in het algemene gedeelte geeft mij aan dat er wel over het algemeen veel heelheid zal zijn, veel vreugde. Veel mooie dingen die gebeuren, waarvan je ook heel snel zal zien van oh, deze ervaring heb ik gehad en dit heeft er me opgeleverd. Veel vervulling. En het kan maar zo zijn dat je iemand gaat tegenkomen die jou helemaal je van je voeten sleurt, van je swept off your feet. Want ik krijg ook de Ridder van Staven. En de Ridder van Staven
In de liefde is energiek onvoorspelbaar. Iemand die je wil vasthouden, waarvan je denkt, dit is hem, die wil ik vasthouden. Maar, zoals ik net al zei, dingen gaan snel. Je vindt de tijdelijkheid, de snelheid best wel soms een uitdaging. Onstuimige relaties. Kan. Het kan. Maar wel iets dat je vervulling geeft. Je wordt er wel blij van. Dus ja, boogschutter. Ik ga even kijken wat januari brengt. Maar dit is overal het algemene gedeelte. Dus voor boogschutter. Zoals het jaar eruit kan gaan zien. Dus neem niet alles te letterlijk. Maar dit zijn wel de mogelijkheden. Ik zie gewoon veel innerlijke. Werken aan je innerlijke wereld met veel, met een mooie uitkomst. Met een goede uitkomst. Het hele jaar voelt prima, voelt helemaal goed. Wat mag ik weten in januari? Voor boogschutter. Five of Wands. Samen met die pentakel 7 zie ik dat je uitgedaagd gaat worden. En het heeft wel te maken met iets waar je enthousiast van wordt en blij van wordt. Dus mocht je meer willen weten, dan zie ik je graag aan de andere kant bij de verlenging van de boogschutter. En voor nu, heb een goed 2024. Dankjewel.